Welkom in mijn slipstream. In het wiel van Ilio deel ik niet enkel tips en tricks op het vlak van fietsen en fietskleding, maar vertel ik ook enkele leuke anekdotes uit de buik van het peloton. Vandaag vertel ik je meer over wat de profs dragen bij bepaalde wedstrijden of situaties. We gaan naar de Ronde van Frankrijk. We laten de klassiekers achter ons. Het slechte weer achter ons. We gaan naar het goede weer. Frankrijk, maand juli, laten we zeggen 25 à 30 graden in de bergen. Een vrij korte rit, maar wel pittig. Dus wat gaan we vandaag aandoen? Zo weinig mogelijk. We gaan zonder base layer, we gaan er gewoon niks onder aandoen. En we gaan naar het allerdunste pak dat we hebben. Uit de Climbers Jersey. Ik ga hem even toedoen, dat je hem beter ziet. Hepsa. De Climbers Jersey. Dus dat is het allerlichtste truitje dat wij in ons pakket hebben. Daaronder de Premio broek. Dat is eigenlijk de lichtste broek. Dat is echt super, super licht. Dat is eigenlijk... Het voelt een beetje alsof dat je... ze niet aan hebt. Wat gaan we nog aan doen op zo'n dag? Ik zelf de koershandschoentjes aan, maar dat is heel persoonlijk. Er zijn meer en meer renners die zonder handschoenen rijden, maar ik ben daar geen fan van. Dit zijn onze lichtste kousen, de zomerkousen. Moest het echt nodig zijn en er zit een lange afdaling in waarin dat misschien toch iets kouder zou zijn, zou ik vragen op de top dat ze een afgesneden bidon of zo geven met deze opgerold erin. Dat past daar juist in. En dan doe je juist voor de afdaling even een perfetto aan zonder mouwen. Dit zou het dan zijn voor die dag. Zo weinig mogelijk. Goed, we zitten in onze grote ronde. We hebben al een bergrit gehad, maar nu is het ook tijd voor de tijdrit. En natuurlijk in de tijdrit elke honderdste telt. Dus daar is materiaal en kledij ongelooflijk belangrijk. Je kan kiezen tussen een tijdritpak met korte mouwen of lange mouwen. Je gaat zien soms bij echt goed weer dat er toch nog een tijdritpak gebruikt wordt met lange mouwen. Omdat dat gewoon meer aero is. Maar het is natuurlijk ook wel warmer. Dus dan moet je zelf een beetje afwegen hoe belangrijk is het voor mij. Hoe belangrijk is die tijdrit. Maar als je rijdt om te winnen, of in ieder geval voor een klassement, dan ga je al het mogelijke doen om elke honderdste te winnen. Dus dan... Als het blijkt dat het pak met lange mouwen sneller is dan het pak met korte mouwen, ook al is het 30 graden, dan ga je toch met het pak met lange mouwen rijden. Je gaat zien bij het tijdritpak, de rugnummers zitten eigenlijk in een soort zakje onder het pak. Dat is enkel, vorig jaar mocht dat ook op de weg zo, maar dat mag nu niet meer. Maar bij de tijdritten mag dat wel nog. Dus dat je nummer weg zit, dat je geen spelden moet gebruiken, wat natuurlijk het allersnelst is. En bij het tijdritpak is eigenlijk niet zo belangrijk hoe licht dat de stof is of hoe licht dat ze aanvoelt, maar enkel de luchtweerstand. Dus het kan wel zijn dat je met een iets zwaarder pak rijdt voor een tijdrit. Het verlies dat je hebt aan de zwaarte van je pak, dat win je dan met de aero van je stof. Ik heb goed nieuws voor jullie. Al deze producten kun je vinden op de webshop. Bedankt om mee in mijn wiel te springen. Laat in de comments weten wat jij nog graag van me zou willen weten. Vergeet zeker niet te abonneren op ons kanaal. Ben je benieuwd naar de producten in deze video? Neem dan een kijkje op passionforcycling.com.